Drank en drugs is een combinatie die je eigenlijk nooit moet maken. Maar als ik om me heen kijk in het uitgaanscircuit, dan zie ik dat veel mensen alcohol en cocaïne wel combineren. Hoe komt dat nou? Nou, ze voelen zich te lam om te blijven, maar willen nog niet naar huis. Neem je dan een puntje coke, dan voel je je gewoon weer scherp. Je voelt je weer goed. Dan wel, maar aan de andere kant zijn de katers nooit zo erg als met deze combinatie. Daarom is vandaag tijd voor de grote test van wat dit met je lichaam doet. En daarvoor heb ik bij me de Spuiten en Slikken Caravan. Een eigen testlab voor vanavond. Jan checkt vandaag welk effect alcohol in combinatie met cocaïne op zijn lichaam heeft. Dat doet hij door eerst een test af te nemen in nuchtere toestand. Daarna als hij dronken is. En als laatste doet hij een test als hij ook nog eens coke gesnoven heeft. EHBO'er Mark controleert elke keer zijn condities. En hij figureert als quizmaster. Alcohol en drugsgebruik heeft heel veel effecten op je lichaam. En we doen een nulmeting hoe jij bent in nuchtere staat. En wij meten de bloeddruk, hartslag, de zuurstofgehalte in het bloed en je temperatuur. Top, laten we beginnen. Dit is voor de bloeddruk, hè? Dat is voor de bloeddruk. De hartslag is nu 83 per minuut. 37,1. Dat is... je leeft. De score voor Jan in nuchtere toestand. Zijn bloeddruk is 141 over 80, een normale waarde. Zijn hartslag slaat 83 keer per minuut. En zijn lichaamstemperatuur is 37,1. Helemaal top. Het is tijd voor de eerste test. Mark, hit me. Test 1. Ivo en Henk hebben gemiddeld 3 keer per week seks. Hoeveel keer seks is dat per jaar? 156. Correct. Hoppa. Tijd voor test 2. Tijd loopt. Mensen, ik kan hier niet meer praten. Het is uit de concentratie. Hoppa. 1 minuut 26. Heel goed. Dat waren de testen in nuchtere toestand. Lijkt me nu tijd voor een potje bier. Als dit landt voordat de coke binnen is, dan ga ik dood. Nou, ik moet zeggen dat... ja, ik ben nu op zich wel... kunnen we zeggen dat ik dronken ben? Ik kon niet meer nuchter een tekst opnemen. Ik doe echt mijn best, man. Ik ga er gewoon een beetje mee op. Ik ben heel ver. Zo, Jan. Daar zijn we weer. Ik zie dat de drinken al heeft geholpen. Hoezo? We beginnen nu met de meting om te kijken wat alcohol voor invloed heeft op jouw lichaam. Ik ben inmiddels wel op een punt beland dat ik denk, ja, hier zou ik ook gebruiken. Zowel zijn bloeddruk als hartslag zijn toegenomen. Maar het is nog niet zorgwekkend. Wat wel duidelijk naar voren komt, is de daling van zijn lichaamstemperatuur. Je koelt extreem snel af als het buiten koud is en als je daarbij een behoorlijke slok alcohol op hebt, kan dat gevaarlijk zijn. De linker tiet van Tatjana weegt 1,38 kilo en de rechter tiet weegt 1,37 kilo. Hoeveel wegen de tieten van Tatjana samen? Ik moet zeggen, 1,37,5 kilo samen. Dat is onjuist. Echt waar? Dat. Hij is echt wel flink dronken. Je ziet dat zijn spraak en zijn coördinatie echt niet meer jovel zijn. Hij is ook moe. Hij wil eigenlijk slapen. Hij moet zeker niet doordrinken. Wat maakt dit test een grote test? Kook erbij. Mensen die dronken zijn en vervolgens coke gebruiken, krijgen het gevoel dat ze weer nuchter en scherp worden. Ook denken ze dat ze onoverwinnelijk, sterk en zelfverzekerd zijn. Ik hoop wel dat dit het recht trekt, want anders red ik het eind van de avond niet. Ik neem nu weer bloeddruk op. 15 minuten nadat Jan de coke heeft gesnoven, meet Mark de laatste waardes. Jan voelt zich veel minder dronken, maar zijn bloeddruk stijgt naar gevaarlijke hoogtes en zijn hartslag neemt snel toe. Ik dacht dat ik nog wel redelijk scherp was en ik voel me heel goed. Wat de test zegt, dat is niet best. Na een half uur gaat het mis. In plaats van nuchter en scherp voelt Jan zich ziek en misselijk. Mag ik één ding zeggen?
het is voor het item wel echt goed dat ik nu zo erg naar de kloten ben. Omdat je daarmee laat zien dat iemand die alcohol in koken mixt... Mark, help me even dat... Dat je ook goed ziek kan raken. Dat niet... Ja, precies, dat het niet echt goed is. Ik heb mijn emmer. Ga maar naar buiten. Ik heb mijn emmer. Wat je vaker ziet met coke, in combinatie met alcohol, dan krijg je coca-ethyleen. Daardoor verhoog je hartslag, met name ook je bloeddruk. En dat is bij Jan dusdanig het geval dat het niet verstandig is om door te gaan. Ik kan nog wel door, hey, ik kan nog wel door. Punt, ja? Doe, maar ik kan nog door. Kijk even hoe je erbij staat. Ja, nee, maar als het item door moet, wil ik ook door, Emiel. Maar dit komt ook door de coke, hè? Dat weet ik, maar als het item door moet, wil ik ook door. Ja, je bent opgepipt, maar het is niet verantwoord. Maar ik zeg het niet, je bent opgepept. Nee, oké, okay, fuck that. Als het item, als we niet genoeg hebben voor 5, 6... Jan, we gaan nu gewoon stoppen. Hier moet je niet mee doorgaan. Dus we stoppen. We stoppen zeker, ja. Ja.